De Beatles, misschien wel de meest gecoverde band aller tijden. En toch heeft dat de Zwolse band Her Majesty er niet van weerhouden een avondvullend programma te maken met alleen maar Beatles-nummers. Om uw geheugen nog even op te frissen, zo klonken de echte Beatles. Het is wel heel mooi om te zien hoe jullie gezichten allemaal meteen beginnen te stralen zodra die beelden in beeld komen. Ja, prachtig. Maar ook van je medemuzikanten hoor. Jullie zijn vier jongens, allemaal van na de Beatles. Waar komt die fascinatie vandaan? Tja, ja, dat kan ik alleen maar voor mezelf spreken, denk ik. Het is wel grappig, want we zien nu allemaal oude beelden van de Beatles. En ik ben eigenlijk veel meer gefascineerd door de Beatles. De Beatles zijn op een gegeven moment gestopt met optreden in 1966. Mm-hmm. En toen hebben ze eigenlijk hun studiojaren zijn ze begonnen. Toen maakten ze alleen maar platen. En dat is voor mij een aansprekendere periode dan deze moptop Beatles, zeg maar. Maar de fascinatie is bij mij begonnen door een les op een middelbare school. En die ging over de Paul is Dead story. Er schijnt, is een of ander best wel stomzinnig gerucht achteraf. Maar dat Paul McCartney overleden zou zijn in 1966. Vervangen was door een dubbelganger en dat er allemaal clues in hoe ze zijn verstopt. Bijvoorbeeld de hoes van Abbey Road, dat zou dan een begrafenistoets zijn met John, de predikant in het wit vooraan. En Ringo zou dan de grafdelver zijn enzovoort. En 28 if staat er dan op die Volkswagen Kever. McCartney zou zo oud zijn geweest, Paul McCartney heeft blote voeten. Het zou dan een lijk zijn, want in Engeland worden dode blootsvoets begraven. Al dat soort dingen. Nou, dat vond ik als 14-jarige zo fascinerend. Want ik geloofde het ook echt bijna. Zo van, zou dat echt zo zijn? En daardoor, door dat gerucht, ging ik heel veel platen lenen. En ontdekte ik die muziek ook allemaal, zeg maar. Ja. En je hebt een paar fragmentjes volgens mij, hè, die je daarbij kan laten horen. In die ene muziekles op de middelbare school, in die bewuste les, hoorde ik in één les volgens mij A Day in the Life, I'm the Walrus en Blackbird. En dat was voor mij het begin. 3, 4. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. Dat en een liedje wat heet I'm the Walrus, ook van John Lennon. 3, 4. I am he, yes you are, he, yes you are, we and we are all together. See how they fly like pigs in the sky, see how they shine. I'm crying. Oh, wow. En wat ik ook fantastisch vond, was een liedje van Paul McCartney. Dat heet Blackbird van de White Album. Blackbird sing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You're only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Oh, ik vind die muzikale reis nu al heerlijk. En we gaan gewoon lekker verder. Ja, ik zie een man genieten van de muziek van zijn ouders, volgens mij. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Mijn ouders zijn wel echt muziekliefhebbers, maar ze hadden maar één plaat van de Beatles. En dan toevallig ook van die wat oudere periode. En die sprak mij dus niet zo aan. Dus het is eigenlijk wel de muziek van de generatie van mijn ouders, maar niet per se van mijn ouders zelf. Mijn vader hield meer van Crosby, Stills & Nash. Drie nummers en dan drie keer gewoon totaal andere sfeer hier in de studio, hier heerlijk. Aan tafel. Ja, genieten. Maar we gaan gewoon ook nog even lekker door, want jullie show is opgedeeld in een voor- en na de pauze deel. Wat is het verschil tussen die twee? Nou ja, voor de pauze spelen we het album Abbey Road en dat is het laatst opgenomen album van de Beatles. En dat is volgens ons het beste wat ze ooit hebben opgenomen.
En daardoor fantaseren we er na de pauze over wat ze voor plaat hadden kunnen opnemen in 1971. Als ze erin waren geslaagd om bij elkaar te blijven. Ja. En niet door zakelijke en financiële geschillen dat ze uit elkaar zijn. Wat zou dat dan geweest zijn als ze dat nog hadden gedaan volgens jullie? Nou, wat ons betreft, er is natuurlijk een hoop materiaal uit 1970 en 1971. Ze hebben allemaal fantastische soloplaten uitgebracht. Lennon kwam met de Plastic Ono Band en McCartney kwam met Ram. En wij pakken volgens ons beste liedjes daarvan. Zetten die weer op één album. Want dat was volgens ons een van de redenen waarom Beatle-platen zo goed waren. Dat namelijk de allerbeste nummers van drie fantastische songwriters samen op één plaat stonden. En wij spelen dat weer als een bandje. Alsof ze dat met z'n vieren zouden doen. Zou die bijna heilig schennen? Dat je inderdaad die bijna heilige Beatles op die manier, terwijl ze het niet meer samen wilden doen, toch samen op dat podium eigenlijk zet? Eigenlijk wel een beetje. Ja, nee, maar het is aan de ene kant, maar aan de andere kant komt het natuurlijk juist voort uit dat we zulke grote fans zijn, dat we het heel jammer vinden dat ze niet die plaat, want die plaat was volgens ons misschien nog wel beter geweest dan Abbey Road. Dus toch even een stukje ook van zijn nummer. Ja, nou ja, bijvoorbeeld Maybe I'm Amazed staat wat ons betreft een van de allerbeste liedjes die McCartney ooit geschreven heeft. En zo jammer dat dat niet op een Beatle plaat is terechtgekomen. 3, 4. Vraagt je bijna af waarom we nog een praatprogramma maken. Ja, ik word er echt zielsgelukkig van. Maar er is wel sprake af en toe van echte heiligschennis, hè Janneke? Ja, absoluut. Als je een leuke avond wil hebben, dan moet je gewoon een avondje op YouTube gaan kijken naar mensen die proberen de Beatles na te doen. Zoals deze jongens. En ook voornamelijk de jongens die uit de Aziatische landen komen, die de Beatles nadoen. Is echt super leuk om eens naar te kijken. Kijk, en door al die muziek gaat wel de tijd heel snel voorbij. Ik ga bij deze alvast onze gasten bedanken voor de komst. We gaan nog wel naar een mooi stukje muziek luisteren. Ja. Bertolf, jij mag even naar je collega's toe. En wilt u nog meer horen van deze band Her Majesty? Dan kan dat natuurlijk, want zondag 5 januari zit zij in het programma. Help me eventjes, RTVO's programma. Over uit de kunst. Dank u, Over uit de kunst. En dan gaan we nu luisteren naar Here Comes the Sun. Ja, 3, 4. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I said, it's alright. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I said, it's alright. It's alright.